We moeten even kijken naar het punt om te gaan stemmen voor de brug. Ik heb het gewoon gezien in de krant. Nou, dat is wel leuk om eens stem uit te brengen. Dat mag je niet altijd. Dat moet je ook een keer doen, denk ik. Ik heb een leuke naam bedacht in bed. En ik heb een brug gekozen. De Romeinse. Ja. Ja, ik vind het... Ja, zij moet nog stemmen. Ik heb het al gedaan. Ja, we moeten via internet. Ik wilde het, maar ik was te laat. Daarom wel via de website. Ik heb niet gestemd, ik vind ze allebei even mooi. Nee, ik heb niet gestemd. Ik kan niet kiezen. Je mag kiezen tussen twee bruggen, maar dat heb je niet gezien, hè? Nee. Nee. Ik heb wel op een brug op televisie gezien. Nee, nog niet. Als jij me vertelt wat ik er kan doen. Die kant op en dan zal ik eens kijken wat ik kan doen. Nee, ja, het was daar zo druk. Ik ga het wel doen, hoor. Nee, ik heb niet gestemd, dus waarom is het te druk? Ja, die brug heeft wel een mooie uitkomst. De Romeinse versie. Ik heb die strakke brug gekozen. De B van de gedichtste. Op de nieuwe, de moderne brug, dat vind ik de allermooiste. Het zou super eruit zien, denk ik dadelijk. Dus ik ben echt benieuwd. Ik vind die Romeinse stijl vind ik het mooiste, die bovenste. Want die heb ik al gekeken, ik heb die gezien in het journaal, het krantje De Journaal. En ik vind dat wel voorkeur hebben, omdat het toch de Romeinse stijl is en omdat ze ook dat badhuis hebben gevonden en zo. Die is mooi, ja. Ik vind dat die ook beter past, maar dat is een kwestie van smaak. Die met die bogen. Ik hou een beetje van de Romeinse tijd, van de geschiedenis. Ja, een leuke naam van lang geleden. Cezar bijvoorbeeld. Vind ik een heel leuke naam. Ik moet verhaaien. Nee, ik vind ze eigenlijk allebei wel mooi. Nummer A. B. Nee, jij hebt wel bedacht, maar die zeg het nog niet. Ik zeg het wel hoor. De Miste. Vloeijalsbrug. Wat hadden we nog? En de Euvelkant. Nou, ik vond deze dagen, net getroffen een kennis. Ik heb Vloeijas gezegd, de Vloeijasbrug. Dus ik vond het nog niet zo'n gek idee. Nee, dat zeg ik niet. Ik heb het de Roma-brug genoemd. De eerste twee letters van Romeinse, zoals de aankondiging dus. En MA van de eerste letters van Maas. Nee, schijn. Nee. Ik zag iets van Reumerbrug of zo. Weet je, gewoon een toepasselijke naam. Moet ik zeggen wat ik geschreven heb? De B-vloe. B-vloe. De Berg en Venlo verwisseld. Ja, mijn idee komt gelijk erop, een vleugel. Nee. Ben jij Rick? De overgang. De overgang, daar zit ik nou in. Ja. Nee, daar ben ik nog niet zo creatief over bezig geweest. Nee, daar heb ik niet over nagedacht nog. Nee, maar ik heb er wel in. Maar moet ik straks doen misschien. Als we aan de overkant komen, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan de naam van die brug.